Op deze bijzondere locatie werkt een Terschellinger ondernemer samen met Oeral en Staatsbosbeheer om de eilandgasten een unieke ervaring te kunnen geven. Aan de wadkant van Oosterend kun je met hoogtij opstappen voor een tochtje langs de Oost. Eerst even een stukje weg bij Trunswerk en dan kan de motor wel weer rustig gaan. Met deze mooie lege boot die ik omgebouwd heb tot een boot waar we vooral op goede veel ondieptes mee kunnen komen. En waar we ook een stukje hard mee kunnen varen. Hebben wij ervoor bedacht om hier vanaf de streken, wat het kunstwerk is van Mark van Vliet, van Oeral, om een mooie nieuwe activiteit te organiseren. Als het diep genoeg is, gaat de gashendel open en wordt er koers gezet naar het Amelander Gat. Geen straf om met deze mooie dag de frisse wind om je oren te krijgen. De opstappers genieten. Onderweg is er ook tijd voor verhalen van deze oostkant van het eiland. En wat we hier doorgaans helemaal links naar de boot verderop zien, dat is dus de Wierschuur. Ik vond gewoon een stukje hard varen, de afwisseling, de Terschelling bekijken. Vanaf de Waddenzee de zuidkant een keer mooi bekijken. De bosplaat om te zien. Het hapje en drankje aan boord met de mooie verhalen van kapitein Bentham. Was gewoon een hele leuke tocht om eens een keer op een andere manier Terschelling weer te beleven. Waar ik vooral heel blij mee ben is dat er heel veel positieve reacties op komen. En dat er vooral heel veel animo voor is. Wat mij betreft, als er mensen zijn, dan ga ik. En dan varen we een mooi rondje om.